Bert, heb je al veel aanbiedingen gehad voor het komende seizoen? Ten aanzien van? Andere clubs of zo, die denken van, hey, dat is een wondercoach met die mammoet uitslagen. Nou, wondercoach sowieso niet, maar nee, er is geen interesse voor mij op dit moment, nee. Nee? Je verdient het wel zo langzamerhand. Nou, dat weet ik niet. Dat is aan anderen om dat te bepalen. Het feit is dat we met elkaar bezig zijn om DVS op een hoger platform te krijgen. En uiteindelijk natuurlijk ben ik eindverantwoordelijk. Maar als je kijkt hoe het elftal zowel binnen als buiten het veld bezig is. Hè, met een staf die zeer actief is. TC die zeer goed erbovenop zit en duidelijke lijnen heeft. En binnen de groep veel plezier. Nou, dat sfeertje en dat creëer je met z'n allen. En uiteindelijk ben ik natuurlijk eindverantwoordelijk, dus dan zullen we wel wat goed doen, ja. Wat mij ook opviel, dat is in het interview met Oktay Oosterk na afloop van de wedstrijd, dat hij ook het accent legde op samen. Ik ben wel man of the match, maar dat interesseert me eigenlijk helemaal geen ene hout, want we doen het samen. En hij was toch kritisch ook na de 8-0? Ja, kijk, weet je, het is, je weet het, ik ben ook altijd een trainer geweest die altijd van het teamgedachte handelt en denkt. En het is fijn dat spelers dat ook oppakken. Natuurlijk zijn het ook wel spelers die ook van zichzelf kunnen genieten, hoor. Maar dat zullen we voor de camera misschien niet zo heel snel zeggen. Maar het is wel waar, het is wel wat er leeft binnen deze groep, hè. We hebben natuurlijk een brede selectie. En als je dan ziet wat ze elkaar gunnen en de bereidheid die er is om met elkaar de doelstelling te bereiken. Ja, dat is waar Oktay het natuurlijk over heeft. Het maakt niet uit hoe we het doen, als we het maar doen. Ja, nou, die afgelopen wedstrijd, die nemen we maar even voor lief, hè. 9-1, lekker uitslag. Maar aankomende zaterdag, dan staat er ook wat te wachten. Want dan moeten we tegen een zeer gerenommeerde ploeg met mensen die jaren hier hebben gewerkt. En ja, dan moet je wel op een of andere manier goed zijn. Nee, dat klopt. Het is natuurlijk een wedstrijd waar veel mensen naar uitzien. En wij moeten laten zien dat we de vorm die we hebben, dat we die vasthouden. Ja, kijk, een VVG zal er alles aan doen om natuurlijk het moment van vorig jaar, de 06, dat zullen ze niet meer willen laten gebeuren. Aan de andere kant, wij hebben natuurlijk ook wel die 1-1 van vorig jaar nog in ons hoofd. Maar goed, wat blijft staan is dat wij top 3 willen blijven. En dat betekent dat we van VVG zullen moeten winnen. Ik heb het idee dat zij enorm veel twijfels hebben over hoe ze gaan spelen, hoe ze DVS gaan aanpakken. Die twijfel is er bij ons niet, denk ik. Nee, dat is wel duidelijk hoe we dat willen gaan doen. En wat voor VVG betreft, ja, dat is natuurlijk voor hun pakje aan. Wij weten wat we wel en niet kunnen. En we weten ook wel waar we VVG, denk ik, pijn kunnen gaan doen. En dat moeten we realiseren. En dat zal niet makkelijk gaan zoals afgelopen zaterdag. Dat weet je ook al van tevoren. Maar dat is prima. Dat is goed om mee te maken. En ik denk dat als onze groep in staat is om dezelfde focus en dezelfde passie te laten zien, dan moeten wij van VOG kunnen winnen. Maar wat verwacht je van VOG? Ja, dat is een beetje het rare. Kijk, ze zijn natuurlijk een ploeg in opbouw, lees ik. En zijn ze bezig met al die zaken erin te slijpen ten koste van het resultaat? Of zijn ze bereid om nu zaterdag voor het resultaat te kiezen? Dat weet je niet. Henny is natuurlijk een ervaren trainer en die zal er ook hard mee aan de slag gaan. Maar ik verwacht dat VOG op allerlei manieren gaat proberen ons het spel onmogelijk te maken. Ja, zij kennen DVS natuurlijk door en door. Ja, maar goed, het is andersom natuurlijk ook zo. Dus het zal erom gaan dat wie zit er snel in de wedstrijd, wie is individueel op dat moment sterker, behendiger, sneller dan zijn tegenstander. En je moet ook eerlijk zijn, vorig jaar kwamen we er heel goed weg in het begin van de wedstrijd. Ja, wie maakt die 1-0 en dan wordt het ritme van de wedstrijd bepaald. Krijg jij nou na aanleiding van die uitslagen van de laatste 4-5 wedstrijden nou ook nog respons via appjes of wat dan ook van collega-trainers in den landen? Ja, steeds meer. En het is natuurlijk wel grappig. Het is natuurlijk wel heel bijzonder wat er nu gebeurt ten aanzien van de uitslagen. Dat is eigenlijk bizar. En ze vragen ook altijd eerst van hoeveel rode kaart had de tegenstander en dat soort zaken. Maar ja, ze sturen me veel meer berichten nu van jeetje, het gaat hartstikke lekker daar. En knap dat jullie dat elke zo weten uit te bouwen. En nou, liever dat soort appjes dan dat ze medelijden met me hebben. En we staan ook nog bijna onderaan in een bepaald klassement, hè? Ik denk... Zoekplaatje? Ik denk de kaarten. Ja, heel goed. Ja, nou ja, goed, dat klopt. Discipline verdedigen is heel erg groot. We doen geen rare dingen. We houden netjes onze mond dicht. Duels die we aangaan, die gaan we aan om te winnen. Dus een hele gedisciplineerde groep. En dat is natuurlijk ook extra prettig. Ja, nu weer veel doelpunten. Maar het voetbal was nu ook mooi. Heb je al een paar kritische noten gehad van supporters? Bepaalde supporters?
Nou ja, je legt het al in je vraagstelling. Hè? Nu was het voetbal ook mooi. Ja, ik vind dat het al een paar weken mooi is. Wij zijn heel erg effectief in hetgene wat we doen. En we maken goed gebruik van de ruimtes die een tegenstander laat. En er zit heel veel tempo in. Ja, volgens mij is dit hoe het hoort in deze divisie om zo te spelen. Volgens mij zijn er niet veel clubs die zo spelen zoals dat wij doen. En ik vind gewoon dat het publiek moet genieten van wat ze zien. En dat het een keer minder is. Ja, weet je, dat kan altijd gebeuren. En wat dat betreft ben ik ook wel kritisch ook naar ons eigen publiek hoor. Want zaterdag win je 9-1. Ja, we draaien ons om vanaf het middenveld en het hele tribune is al leeg. En een klein plukje mensen waardeert het dan nog. Maar dat vind ik wel jammer. Ik vind dat onze jongens veel meer moeten krijgen van ons publiek. Want dit is niet normaal wat ze doen. En dan kunnen ze altijd wel zeggen, ja, dat hoort. En zulke namen moeten dat ook kunnen brengen. Maar iedere week weer dat brengen. Nou, ik vind dat mag best wel meer aandacht aan gegeven worden. Ja. Ze zijn een stelletje verwende gasten bij ons op de tribune, Bert. Maar heel veel succes de komende week in de voorbereiding op VVOG.